Wel, James voor de vriendelijke woorden. Goedemiddag allemaal. Um, fijn om hier uh, te zijn uh, vandaag. En, uh, James heeft mij gevraagd om op drie onderwerpen te reageren. Ik weet niet of je dat zelf nog uh, wil inleiden. We zouden beginnen over Oekraïne, dacht ik. Ja, nee, we zouden beginnen met uh, tien minuten van jou. Precies. Um, tien minuten van mij. En daarna gaan we dan om uh, um het gesprek een beetje te structureren. Uh, drie onderwerpen, achtereenvolgens, uh, en dan doen we, en dat is willekeurig, Oekraïne, IS en Gaza. Ja, dan nu, de tien minuten van jou. <laughs> Dank je wel. Ik wil beginnen met iets dat, dat niet meteen op mijn uh, terrein ligt, maar um, woensdag was ik nog in de Kamer en uh, donderdag heb ik het een beetje van afstand uh, uh, gevolgd. Um, maar ik wil met jullie delen, ik was zo ongelooflijk trots op Diederik, uh, zoals hij dat deed. Uh, de onderwerpen die hij koos, maar ook de manier waarop hij het deed. Niet uh, op zijn perthols uh, bij ieder onderwerp meteen overeind springen en iets uh, zeggen, we. gewoon zijn momenten kiezen, op de hoofdlijnen en op waarden. En als deze beweging iets voor mij betekent, uh, dan is het om niet vanwege de koopkrachtplaatjes, vanwege de materiële zaken die allemaal voor mensen ongelooflijk belangrijk zijn. Maar die beweging is mij zo dierbaar omdat die op waarde gestoeld is. Om de waarde waar uh, Hans het net over had. En die waarden zijn voor mij in het buitenlands beleid ook altijd de belangrijkste zaken geweest. Omdat je verplaatsen in een ander, als je dat niet kan, dan kun je geen buitenlands beleid voeren. Maar dan neem je ook afstand van je eigen menselijkheid, zou ik bijna willen zeggen. En daarom is het zo belangrijk wat Hans net zei. Dat als je naar buitenlands beleid kijkt, dat je dat doet met de houding. Ja, hoe zou ik het vinden als mijn kinderen in zulke omstandigheden zouden leven? Hoe zou ik het vinden als er in uh, onze omgeving oorlog was? Hoe zou ik het vinden als wij niks te eten hadden? En dat is toch wat ons inspireert als sociaaldemocraten. Dat we de capaciteit hebben om ons te verplaatsen in mensen die het minder hebben. En dat we die mensen gunnen dat ze het beter krijgen. He, dus... Niet de mensen comfort bieden in de positie waar ze zitten, maar de mensen uitnodigen om zichzelf met een beetje hulp uit die positie te worstelen. En zo wil ik ook graag naar het buitenlands beleid eh, kijken. Gisterochtend eh, wilden de Russen in de Veiligheidsraad eh, spreken over eh, wat Nederland doet in de nasleep van de ramp eh, met de MH17. De bedoeling was duidelijk. Twijfel zaaien of Nederland dat wel kan, of we dat allemaal wel goed doen, of we daar wel toe in staat zijn, of we niet te laks zijn. Um, ik heb toegelicht wat we gedaan hebben. Ik heb ook toegelicht dat de onderzoeksraad voor de veiligheid verantwoordelijk is voor het onderzoek naar wat er nou precies is gebeurd. Dat wij als Nederlandse regering er op geen enkele manier invloed op kunnen uitoefenen, dat zij onafhankelijk zijn. Dat wij niet kunnen sturen, niet kunnen beïnvloeden en dat zij met een heel groot internationaal team eh, werken. Nou, hoe rustiger ik het vertelde, hoe bozer die Rus werd, ambassadeur eh, Tjurkin. Maar hij kreeg geen steun. Van niemand. Van niemand. En wat zo mooi was, en dat is een groot compliment voor al die mensen die dat werk doen eh, in Nederland, met hun internationale collega's. Wat zo mooi was, is dat alle landen, of, het, of ze nou uit eh, Afrika kwamen, of China was, of uh, uit uh, Australië, Nieuw-Zeeland, uh, Indonesië. Alle landen hadden alleen maar complimenten voor de wijze waarop Nederland namens de internationale gemeenschap met dit uh, onderwerp uh, omgaat. En ja, dat vond ik toch een mooi moment, omdat dan op het hoogste wereldpodium blijkt dat niet uh, het twijfelzaaien uh, slaagt, maar juist het uh, standvastig, precies opereren. Uh, op waardering uh, uh, kan rekenen. van de hele internationale gemeenschap. Oekraïne zal voor ons. Weet je, het is nog geen drie uur vliegen. Hè? naar Kiev, Meijen. vanuit Amsterdam uh, binnen drie uur. en uh, naar de rampplek. is misschien drieënhalf uur, niet uh, veel meer. Het is vlakbij. Het is vlakbij. En als we ons één ding moeten realiseren. is niet alleen het feit dat wij ons altijd willen blijven verplaatsen in de ander, waar die ook woont. Maar ook als we het niet doen, de wereld is te klein geworden om je te kunnen verschuilen achter de dijken. De wereld is te klein geworden en te complex geworden om te denken dat je er wel van af kunt sluiten dat de gevolgen niet voor jou zijn. Wat er zich in Oekraïne afspeelt, dat is een resultaat van decennia lang. Wanbeleid, corruptie. van een politieke klasse die niets anders gedaan heeft. dan de zakken vullen. Waardoor bij de hele Oekraïnse bevolking. heel groot wantrouwen is tegenover die politieke klasse. En daar parasiteert men op vanuit het buurland op dit moment. Dus als je iets wil doen aan Oekraïne. dan zul je eigenlijk voor Oekraïne. een plan moeten bedenken. zoals dat er eerder ook is. Toegepast op andere Europese landen. Niet noodzakelijk met dezelfde uitkomst. Ik pleit hier niet voor EU-lidmaatschap van Oekraïne. Maar als je bedenkt dat 25 jaar geleden de uitgangspositie van Oekraïne beter was dan de uitgangspositie van Polen. Oekraïne stond er 25 jaar geleden beter voor dan Polen. En dan moet je nu kijken wat voor een enorm succes Polen is geworden en in welke diepe ellende Oekraïne zit. En wat is het verschil? Polen heeft op een open manier. Een transformatie volbracht. Met hulp van buiten, ook heel veel financiële hulp, maar met de bereidheid om ook openbaar afgerekend te worden op wat men doet. Was er geen corruptie in Polen? Jazeker, was er ook. Heeft men in Polen niet geprobeerd de privatisering zo te gebruiken dat men er schatrijk van werd individueel? Natuurlijk heeft men het geprobeerd. Maar omdat in die dialoog met de Europese Unie alles wat er gebeurde in Polen, Openheid gebeurde, werd dat probleem getackeld en aangepakt. En kijk waar Polen nu staat. En dan bedoel ik het niet alleen economisch. Polen is ook een land, ik vind het een prachtig land om naar te kijken, waar de waarden die wij delen, heel snel ook gemeengoed zijn geworden. In Polen is um, de overheersing die er lang is geweest, moreel en in de houding van mensen van de katholieke kerk, is heel snel teruggedrongen. Die kerk is meer op zijn plaats als kerk... en mensen maken hun eigen keuze. In Polen zit een partij in het parlement... Palikot, geleid door iemand die transseksueel is... en dat is prima en dat wordt ook nog gesteund in de samenleving. Dit soort die morele ontwikkeling van de Europese integratie... is iets dat misschien wat vaker onderbelicht blijft. Mijn grootouders, als ik tegen ze gezegd zou hebben... Rond de e-wisseling is Nederland het eerste land in de wereld. waar mensen van hetzelfde geslacht ook gewoon een burgerlijk huwelijk kunnen sluiten. Zouden dus mijn grootouders gezegd hebben: jongen, neem een pilletje? En als ik het aan mijn kinderen, mijn oudste kinderen vraag. dan kunnen ze zich niet eens meer voorstellen dat het burgerlijk huwelijk niet opengesteld zou zijn. voor mensen van hetzelfde geslacht. Dat is een ontwikkeling die we hebben meegemaakt. En die ontwikkeling zie je ook elders in de Europese Unie. Je hebt hetzelfde gezien in Spanje. Wie had dat voor mogelijk gehouden? In Italië, in Frankrijk. Noem maar op. Dat is wat mij drijft, ook in de Europese eh, integratie. Dat is, denk ik, wat wij ook aan, aan, aan Oekraïne moeten kunnen bieden als Oekraïne dat wil. Een dergelijke ontwikkeling. En ik weet heel zeker dat het die waarden zijn die Poetin nerveus maken. Poetin is niet bevreesd voor die blauwe vlag met gele sterren op Maidan in Kiev. Poetin vreest dat er straks blauwe vlaggen met gele sterren. Op het Rode Plein in Moskou zijn. Poetin vreest dat de Russen dit ook willen voor zichzelf. En dan werkt het politieke systeem zoals dat nu in Rusland is, werkt niet meer. En dat is niet iets wat wij aan hen willen opleggen. Dat beeld wil ik echt bestrijden. Het is niet iets waarbij wij in een soort touwtrekwedstrijd met Rusland zijn over de controle van Oekraïne. Het is iets wat uit de bevolking zelf komt. En wie heeft dan het recht om tegen die bevolking te zeggen: nee, dat mag jij niet. Want jij moet luisteren naar Moskou. Dat recht hebben wij niet. Dat mag die bevolking zelf bepalen. En dan moeten wij aan de kant van die uh, uh, bevolking staan. Kort, want anders ben ik te lang ja? het woord. Heel kort. Sorry daarvoor. Het houdt me heel erg bezig. Het tweede onderwerp, wat gisteren in de Veiligheidsraad aan de orde is geweest. En dat is de strijd tegen ISIS, ISIL, IS, Daesh, zeggen ze in de Arabische wereld. Um, ik vind dat. Ik heb het voorbeeld gestolen van Diederik dat hij in de algemene beschouwing gebruikt. En toen werd het in de Veiligheidsraad heel erg stil toen ik dat voorbeeld noemde. Want het is heel makkelijk om te zeggen: ja, daar ver weg en dat zijn allemaal idioten en die moeten we bestrijden. Ik vind het ook: het is een nihilistische, obscurantistische ideologie die bestreden moet worden. Die niets met de islam te maken heeft, die niets met uh, geloof uh, te maken heeft, vind ik allemaal. Maar ik vind ook dat ik in de Veiligheidsraad de plicht had om het voorbeeld te noemen dat Diederik noemde bij de algemene beschouwingen. Hoe is het mogelijk dat in deze hoogontwikkelde samenleving, waar mensen zoveel kansen hebben, voor een groot deel dankzij de sociaaldemocratie, er een jongetje van tien kan rondlopen die met trots het voetbalshirt van Oranje draagt en tegelijkertijd met een ISIS-vlag wappert. Dat is toch een vraagstuk? Heb ik gisteren in de Veiligheidsraad gezegd dat ons allemaal moet bezighouden? Dit is niet alleen maar een strijd tegen terroristen. Dit is ook een ideologische strijd van in welke samenleving je wil leven en hoe je met elkaar in die samenleving wil leven. Ik wil graag dat wij samen met alle gemeenschappen in Nederland de strijd voeren en winnen om ervoor te zorgen dat ook die jongen van tien en zijn ouders en zijn vrienden. Inzien dat die vlag die hij voert van een beweging is die een belediging is van de mensheid en menselijkheid. En dat is de strijd die we moeten voeren. Dat is niet alleen kijken wat we moeten doen in Irak en in Syrië. Dat heeft heel erg veel te maken met wat we moeten doen in onze eigen samenleving. Dankjewel. Dankjewel. Dan even voor de logistiek. Vanuit de zaal kunt u uw bijdrage leveren.